Hallo, kun je vertellen wie je bent en waarom je bij deze bijeenkomst was? Ik ben Marijke de Graaf en ik werk als specialist voedselzekerheid. En ik kwam bij deze bijeenkomst omdat ik al een beetje over had gehoord en ik wilde wel iets meer achtergrondinformatie horen. En heb je vandaag iets nieuws gehoord? Jazeker, dat was heel informatief. Gewoon heel kort de verschillende mogelijkheden om met zo'n telefoontje data te verzamelen. En dat kwam heel duidelijk over, dat je de drie verschillende mogelijkheden mee hebt. Lijkt me heel erg handig. Oké, en waar werd je heel erg enthousiast van? Het meest sprak me aan de flow, dus waarbij je inderdaad maar baseline data en dan met name voedselzekerheid was een aardig voorbeeld dat me natuurlijk gelijk aansprak. Waarbij je die data gelijk in een telefoontje klopt en hem dan als het ware gelijk centraal hebt. Ik kan me voorstellen dat je daardoor dat het allemaal veel sneller gaat. En je ook goed registreert welke huisartsen je hebt geïnterviewd, zodat het later makkelijker is om naar diezelfde huisartsen terug te gaan. En omdat het allemaal wat makkelijker wordt om het te verwerken, denk je dat mensen eerder de data gaan analyseren en eerder geneigd zullen zijn om wat op kortere termijn zo'n onderzoekje opnieuw te doen. En dus wat meer vinger aan de pols te houden van wat gebeurt er nu precies met dat thema, in dit geval voedselzekerheid. Oké, dankjewel. En wat heb je het idee dat je hier nu wel verder nog wat mee gaat doen? Nou, werd ook al eventjes in de presentatie gezegd, maar we gebruiken bijvoorbeeld het baseline-onderzoek. Wat gebeurt er met de voedselzekerheidssituatie op huishoudniveau? Daar hebben we een mooie korte vragenlijst van 9 vragen. Nou, die willen we ook heel vaak gaan toepassen buiten andere projecten, buiten MFS. Dus ik denk dat we dit heel goed kunnen gaan inschrijven in nieuwe calls voor proposals. En dat we dan een streepje voor hebben bij anderen, omdat we dat dan al in de praktijk hebben uitgeprobeerd. En het een voorbeeld is voor de toekomst. Dankjewel, Marijke. Graag gedaan.